Vijf over half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het is vandaag 5 december en dus vanavond ook pakjesavond bij veel mensen. Veel winkeliers hebben de afgelopen weken goede zaken gedaan. Zeker ook nu het fenomeen Black Friday in Nederland steeds groter wordt. Verslaggever Jeroen Schutijzer peilde de stemming in Hartje Tilburg. Onder andere bij boekwinkel Gianotten Mutsaars. Klanten genoeg, zie ik. Ja, zeker. Ja, onze klanten weten ons goed te vinden. Ook al zitten we in de verbouwing. Hoe is het met de Sint-verkopen? Nou, Sinterklaas heeft er zin in. We hebben een lekker druk weekend achter de rug. Een ontzettend druk weekend, zei u net. Een ontzettend druk weekend, ja, dat was het ook. Ja, wij waren heel blij na afgelopen weekend. En verrast? Misschien ook wel. Tegelijkertijd wisten we dat er een heel mooi Tilburgs boek uit zou komen. Dat is de historische atlas van Tilburg. Wat zijn nog meer kaskrakers deze dagen? Nou, het boek van Geert Mak, Grote Verwachtingen. Dat staat op heel veel lijstjes. Johan Cruijff. De biografie van Marco van Basten verkopen we veel. We verkopen heel veel kinderboeken. Jip en Janneke zie ik daar ook liggen. Ja, evenzellig. Kunt u nou zeggen dat de kassabon dit jaar weer hoger is dan vorig jaar? Dat gevoel heb ik wel, ja. We hebben misschien ook een beetje geluk dat het flinke boeken zijn die op dit moment in de belangstelling staan. Met een prijskaartje? Met een, ja, misschien iets hoger prijskaartje dan gemiddeld. Maar ik heb ook het gevoel dat mensen wel zin hebben in Sinterklaas. En dat ze elkaar toch ook wel heel graag met iets leuks willen verrassen. Mag ik u even storen? Ja, dat mag. Ziet u te bladeren in die atlas? Ja. Vindt u mooi? Ja, ik hou van oude foto's kijken. U weet toch dat u alles online kunt kopen, mevrouw? Ja, ik kijk ook heel veel online. Maar ik kijk ook graag in een boek. In een echt boek? In een echt boek. U heeft een heel mandje vol al. Ik heb al een heel mandje vol, inderdaad, ja. U houdt van boeken? Ik vind het heel leuk om echt een visueel een boek in mijn handen te hebben, ja. En snuffelen in zo'n winkel? Ja, heerlijk. Heerlijk. Moet zeker blijven. Dan wordt weer een boek ingepakt van Geert Mak, een van de hardlopers. En van de boekwinkel gaan we naar de speelgoedwinkel. Die grote die bijna failliet was, maar een doorstart heeft gemaakt. Eddie Assies van Intertoys. Dit is de tijd waar wij heel blij van worden. Dat begon vorige week met Black Friday. Daar zag je echt dat er een gigantische piek in de verkoop was. En dat hield daarna niet meer op. Hè. Want voorheen was het een dag. Nu is het een compleet weekend. En dan is dat de aanloop naar Sinterklaas. Ja, dan is het gewoon lekker druk in de winkel. En online? Ja, we zagen vorige week nog dat mensen nog online durfden te bestellen. We zien nu dat mensen dat niet meer durven. Dus dat ze toch zouden zeggen van we gaan naar de winkel. We willen zeker weten dat het er is. Hey meneer, kunt u het vinden? Jazeker. U heeft het lijstje op de telefoon staan. Ja, ik krijg de boodschappen van mijn vrouw. Wat geeft ze door? Dat wij aquagels en aquabeats nodig hebben. Wat is dat? Dat is slijm om monstertjes te maken. Ze verzinnen wat, hè? Het kan niet gekker. U loopt ook met een verlanglijstje. Klopt. Oh, u heeft al heel wat doorgestreept. Ik heb al heel wat doorgestreept en we al gevonden hebben. Ja. Trainingspak. Ja, het liefst wordt je van Feyenoord, maar ja, die hebben ze niet. In Tilburg? Tilburg niet, hè. Dat moeten we niet zijn, hè. Willem 2, hè. Ja, toch? Dan moet u naar Rotterdam. De film Frozen 2 is er afgelopen weekend in première gegaan. Dan zie je gelijk dat de poppen daarbij direct heel hard lopen. De alombekende bouwstenen, ja, die is natuurlijk ook altijd populair. 30 seconds, altijd een goed item. Dit is een spel wat eigenlijk al een aantal jaren goed is. Door heel veel kinderen gespeeld wordt. Maar ook echt een familiespel is. Dat je ziet dat mensen graag in een familieomgeving ook graag een spel willen spelen. In 30 seconden het goede antwoord geven. Zeker, dat is het belangrijkste. Nou ja, als het even tegen had gezeten, had u hier gewoon niet gestaan. Is dat zo? De keten. Oh, de keten. Ja, maar wij staan springlevend, echt. En de winkels zijn weer vol. De winkels zijn goed gevuld. We hebben veel klanten en we hebben het allermooiste speelgoed weer op de plank liggen. Nou, twee blije ondernemers in Tilburg in deze bijdrage van Jeroen Schutijzer. En ik praat nog even door met Wijnand Jongen, is directeur van thuiswinkel.org, de brancheorganisatie voor webwinkels. Meneer Jongen, goedemorgen. Goedemorgen. De winkels die we zojuist hoorden in die bijdrage, die hebben het goed gedaan. Hoe brachten de webwinkels het de afgelopen anderhalve week vanaf? Ja, de webwinkels zijn eigenlijk eerder dan ooit begonnen met
toch eigenlijk die consumenten verleiden om vroeg te kopen. Dat ging ook redelijk gemakkelijk in de zin dat we inmiddels naast Black Friday, wat al eigenlijk uitgespreid wordt over een hele week, ook daarvoor nog Singles Day hadden. Hè. Het kan er niet op met al die feestdagen. En we hebben als sector een campagne gevoerd om die heette Wees voorbereid, bestel op tijd. Hè, om ervoor te zorgen dat we wat meer spreiding zouden krijgen in die aankopen van consumenten. Omdat we natuurlijk ook allemaal willen dat de Sinterklaas de zaken netjes en op tijd bezorgd bij de mensen. En is dat gelukt? Ja, de eerste signalen zijn heel goed. We hebben gezien dat het aantal bestellingen, in ieder geval bij de betaalverenigingen in Nederland, dus bij de banken, de week voor Black Friday verdubbeld waren. Wij zagen dat ook terug bij vervoerders en bij webwinkels. Dus ergens heeft die campagne uitstekend gewerkt. En zijn consumenten gewoon eerder begonnen met het kopen van producten. Niet alleen trouwens ook voor Sinterklaas, maar ons onderzoek leerde ook dat het ook al gebeurt voor kerst zelf. Nou, dus men snapt dat die spreiding dat goed is. Dat men gewoon op tijd die spullen in huis wil hebben. En ja, dus we zijn er heel tevreden over. Ja, maar dus laten we zeggen, mensen hebben eerder besteld. En dan is ook de garantie dat ze dan op tijd hun bestelling thuis krijgen. Nou, die garantie kan alleen maar gegeven worden uiteraard door de betreffende webwinkel. Hè. Dus ik denk dat is altijd gewoon het adagium. Voor die consument is het natuurlijk sowieso goed om op tijd te bestellen. Hè? Omdat dan natuurlijk die garantie groter is dat die spullen op tijd daar zijn. Nou, onze signalen zijn dat goed gelukt is. Hè? Dat die spreiding goed gewerkt heeft. Dat die vervoerders hun werk hebben kunnen doen. En dat die gezamenlijke inspanning dat die zich in ieder geval uitbetaalt met de gelukkige en tevreden consumenten. Wat zijn de populairste cadeaus van dit jaar? Ja, naast alle spullen die ik net wat voorbij hoorde komen in de rapportage van Jeroen Schutijzer, die zal ik niet herhalen, maar want die lopen natuurlijk ook online heel erg hard. Maar ik heb wel wat andere zaken nog. Natuurlijk traditioneel speelgoed, hè, als Lego, dat blijft goed. Sieraden, oorbellen, knopjes, ringetjes, kralenkettingjes, nou dat soort zaken. Games zijn natuurlijk uiteraard populair. De FIFA's, de Pokémon, Sword and Shields. En natuurlijk de traditionele spellen als Monopoly. Hè, dat schijnt een valsspelerseditie te zijn. Oh. Er schijnt ook nog een Pokémon-spel te zijn. En aan de muziekkant zien we dat Kinderen voor Kinderen en K3. Ja, dat blijven gewoon enorme populaire spullen voor Sinterklaas. Dank voor de toelichting, Wijnand Jongen, directeur van thuiswinkel.org.